In de zomer van 1950 wordt er gevochten in de straten van Brussel. Een land dat met vakantie hoort te zijn, staat aan de rand van een burgeroorlog. De inzet van de strijd, één man, de koning. Mijn vader heeft mij steeds verteld dat Leopold III nogal stroef omging met politici. En waarschijnlijk ook met de meeste mensen die hij ontving. Gewoon omdat in die tijd de koning toch wel erg verheven was boven de gewone sterveling. Goedenavond allemaal. Dit is Historisch met het sluitstuk van het drieluik Er waren dus drie koningskinderen. Vandaag gaat het over een episode uit het leven van Leopold III. Ooit was hij een echte volksheld. Zijn populariteit kreeg hij voor een deel gewoon cadeau van de geschiedenis. Als hij op korte tijd zowel zijn vader als zijn echtgenote verliest, maakt hem dat alleen maar geliefder. Maar nooit was hij zo populair als in 1940. De koning geeft zich over aan de Duitse bezetters. Hij blijft als gevangene in België. Leopold als grote redder, als de koning die in moeilijke tijden bij zijn volk blijft en vaders en zonen weer naar huis brengt. Maar bij de politici heeft hij het verkorven. Die hadden het nooit zo goed kunnen vinden met deze stugge, wat autoritaire man. En als blijkt dat hij in Laeken het leven van een luxe gevangene leidt, bekoort ook de liefde van het volk. Zeker wanneer dat volk hoort dat Leopold tussendoor ook nog getrouwd is met de niet-adellijke Lilian Baals. Dat alles maakt dat hij na de oorlog niet zomaar kan terugkeren. Hij gaat in Zwitserland wonen. Van daaruit blijft hij op zijn rechten hameren. Hij moest en hij zou naar België terugkeren en eist een volksraadpleging. Maar de regering houdt hem aan het lijntje. Tot de CVP zijn terugkeer hoog op de politieke agenda plaatst en de koning zijn zin krijgt. Er komt een volksraadpleging. Een historie die eindigt met de Nacht van Laeken. Bent u van mening dat koning Leopold III de uitvoering van zijn grondwettelijke macht weer moet opnemen? Dat is de vraag waarop de Belgen met ja of nee moeten antwoorden. Bij de politieke partijen wil alleen de unitaire CVP-PSC zijn onvoorwaardelijke terugkeer. Een van de meest opvallende deelnemers aan de raadpleging is de dochter van de koning, prinses Josephine Charlotte. Wanneer zij kort voor de stemming in België aankomt, wordt ze begroet door een uitgelaten menigte. De uitslag van de volksraadpleging is niet bindend voor de regering van Christendemocraten en Liberalen, maar de resultaten negeren kan ze ook niet. De oppositie, met de socialist Spaak als voortrekker, heeft haar kiezers aangespoord om nee te stemmen. Wanneer prinses Josephine Charlotte gaat stemmen, is er wat gedrum en geschreeuw. Voor de rest verloopt de dag van de volksraadpleging in alle kalmte. Alles bij elkaar stemmen 57% van de Belgen voor de terugkeer van de koning. In Vlaanderen is er een ruime meerderheid, maar in Brussel en Wallonië haalt hij niet de helft. En dat zal voor problemen zorgen. Want socialisten en liberalen willen de terugkeer alleen maar overwegen als de koning in de tweelandsgedeelte de meerderheid haalt. Hoewel de Leopoldisten meteen de overwinning uitroepen, schept de uitslag meer problemen dan oplossingen. De meerderheid van de koning is te krap, vinden veel politici, ook bij de CVP. De koning zelf vindt het resultaat ook wat teleurstellend, maar toch voldoende om terug te keren. Roger Kees ging in die dagen bij hem op bezoek. Actually, was pleased that after years of abuse and lies and vilification from the left, at last the will of the people had been made known. And as you well know, the results were
up to 83% in some districts. Hij behaalde 57,68%. Op de 30 arrondissementen waren er 20 voor de terugkeer van de koning. Op de 9 provinciën waren er 7 voor de terugkeer van de koning. Maar de 2 die er tegen waren, waren Luik en Enehouwen. Trekt u de lijn van verviers over Luik, Hoei, Namen, Charleroi, Bergen, Doornik, daar resideert de werkelijke macht in België. Het was toen zo en het is nu nog zo. En toen is beginnen getwijfeld worden aan wat ik zou noemen het democratische karakter van de socialistische partij en beweging. Want zij heeft dat toen niet aanvaard, hé, dat die meerderheid, de democratische meerderheid en een vrije democratie, dat die zou worden nagekomen en geëerbieden. Kort na de volksraadpleging organiseert de Socialistische Vakbond een 24-uren staking om Leopold zonder meer tot aftreden te dwingen. De staking is alleen in Wallonië een succes. Een 250.000 Walen legt het werk neer. Van nu af aan gaan de straat en de massa's een belangrijke rol spelen in het debat. Want ook de Leopoldisten tonen zich al gauw in de straten. De koningskwestie maakt ineens allerlei krachten los die maar weinig te maken hebben met de kern van de zaak. Met de troon als voorwendsel werkt iedereen aan zijn eigen agenda. In Luik trekken de socialisten ineens de Waalse kaart. De angst voor de Vlaamse overheersing in een unitaire staat steekt de kop op. De Walen roepen om federalisme en sociale hervormingen. Binnenskamers zijn er zelfs die van een Waalse socialistische republiek dromen. Spaak is weer dikwijls van de partij in Luik. Maar de echte leider hier is vakbondsman André Renard, die openlijk spreekt over het gevaar van een klerikale Vlaamse dictatuur. De Leopoldisten beseffen dat het pleit nog niet gewonnen is. De koning keert voorlopig niet terug, want alleen de CVP toont zich bereid om de wens van de meerderheid uit te voeren. Om de bevolking te mobiliseren, trekken koningsgezinde stoeten door tal van Vlaamse steden. In Antwerpen marcheren ze al sinds 1946 voor de koning. Hier is Leopold nog altijd het boegbeeld van de natie. Hem valt niets te verwijten. In de provincie Antwerpen had 68% ja gestemd, in de stad zelf 63%. CVP-politici, zoals Leo de Weijde senior en P.W. Segers, laten zich graag zien bij koningsgezinde manifestaties. Achter de schermen steunen ook Vlaamse industriëlen de acties. Beelden van de optochten worden vastgelegd op gratis Gevaart-pellicule. Gevaart biedt ook logistieke steun. De organisatie om ze te maken lag in drie handen. John Mees, de directeur-generaal van Gevaart, zijn broer van de Societate Jesu, en ikzelf. Dan hebben we gezegd, we gaan een massa-optocht houden. En we gaan dat laten doen door de mensen die elk in een gemeente geleid worden door boerenbonden, acties van christelijke gevoelens en andere dingen. En zij zelf die gaan de mensen sturen die zij willen. En vandaar het succes. Het zijn mijn eigen mensen die aan het hoofd stonden van het gebeuren. Waren het vooral katholieke organisaties die meededen? Ja. Het was anders niet mogelijk om te beginnen. Ik heb het ook meegemaakt als, zeg maar,
jonge student aan het Sint-Pieterscollege te Leuven, waar natuurlijk bijna iedereen erg Leopoldist was, ook de leraren, het waren meestal priesters. En we hadden in het college een leraar die een zeer goed tekenaar was. En die had een enorm portret van Leopold III getekend in zijn militair pak met een kepi op het hoofd. Het was een enorme poster. En die poster werd gehesen tegen de gevel van onze koer, de speelplaats. Het was dus een poster van 4 meter bij 3 meter. Het bedekte 3 of 4 verdiepingen. En dus, om het wat oneerbiedig te zeggen, er was een echte personencultus ontstaan. Ja. Leopold III werd aanbeden en hij werd virtueel bevorderd tot de vierde persoon van de heilige drievuldigheid. De personencultus wordt nog in de hand gewerkt door het feit dat de koning al 5 jaar niet meer in het land is geweest. Het contact tussen de koning in Zwitserland en zijn aanhangers in België wordt onderhouden door zijn entourage, in de eerste plaats door zijn secretaris, de historicus Jacques Pirenne, die zelf ook de mythevorming rond de koning heeft aangewakkerd. Pirenne was bijvoorbeeld een van de eregasten geweest op een grootse Leopold-manifestatie op de Heizel in 1949. De katholieke politicus Albert de Vleeshouwer profileerde zich toen al als een hevige Leopoldist. Van de mannen rond Leopold wordt wel eens beweerd dat zij de echte poppenspelers waren in het spel rond de troon. De koning heeft wel raadgevers rondom hem, maar hij luistert toch ook maar vooral naar de raadgevers die op zijn lijn liggen. Hij laat zich niet beïnvloeden, denk ik, door Pirenne om zo aan de troon vast te houden. Hij doet dat zelf. En Pirenne met hem. In het Zwitserse Prenji rijpt bij Leopold het plan om een stap in de richting van de oppositie te zetten. Blijkbaar is hij toch onder de indruk van de verdeeldheid die de volksraadpleging aan het licht heeft gebracht. Aan de buitenwereld toont de koninklijke familie een schijnbaar onbewogen gezicht. De koning wil tijdelijk wel een stap opzij zetten voor zijn zoon Boudewijn, maar hij wil zelf kunnen beslissen wanneer hij weer op de troon komt. Op 15 april legt hij zijn bedoelingen uit in een radiotoespraak. Het aanvaarden door het parlement van dergelijke maatregelen zou mij in staat stellen de uitoefening mijner prerogatieven tijdelijk aan de kroonprins op te dragen en in akkoord met de regering aan deze opdracht een einde te stellen wanneer ik oordelen zou dat 's lands belangen ermede gediend zijn. De koningskwestie heeft intussen al 1 slachtoffer gemaakt. De coalitieregering van katholieken en liberalen. Premier Eyskens biedt zijn ontslag aan. Ik heb met de koning besprekingen gehad, verschillende besprekingen gehad. En bij de terugkeer uit Prigny is gebleken natuurlijk dat mijn regering geen stand hield, omdat de liberale ministers zich niet konden eens verklaren met de terugkeer van de koning, zonder meer. De volksraadpleging had ons een meerderheid gegeven aan de koning, maar ik had geen regering meer. Er volgt een lange politieke crisis. Politici pendelen tussen Brussel en Prigny, maar niemand slaagt erin een regering te vormen. Dan blijft er maar 1 oplossing: nieuwe verkiezingen. Zelfs kardinaal Van Rooij mengt zich in de verkiezingsstrijd. Vanop de kansel maant hij de gelovigen aan voor de CVP te stemmen, want het gaat om de toekomst van de monarchie. De verkiezingen van juni 1950 leveren de CVP-PSC de absolute meerderheid in beide kamers op. De socialisten gaan er wel het sterkst op vooruit.
De Waal Jean Duvieuzard vormt een regering met alleen maar CVP'ers. Niet staat nu nog de terugkeer van de koning in de weg. Maar eerst moet België nog zijn laatste nationale feestdag zonder koning vieren. Voici Belgavox, l'actualité mondiale vue par les Belges. Het gebruikelijk défilé van 21 juli trekt door de straten van Brussel. In de koninklijke tribune hebben plaatsgenomen de grootmaarschalk van het koninklijk hof, prins Amaury de Mérode, generaal Baal, hoofd van de legerstaf, en generaal Piron, hoofd van het bezettingsleger in Duitsland. Detachementen van alle wapens defileren, terwijl toestellen van de Belgische militaire luchtmacht informaties de luchten doorklieven. Vijf uur 's ochtends vertrekt de koning met Jacques Pirenne en de prinsen Boudewijn en Albert vanuit Genève naar België. Prinses Liliane en prinses Josephine Charlotte blijven voorlopig in Zwitserland. Het vliegtuig met de koning landt om 7 uur op het militaire vliegveld van Everen. Het onthaal is allesbehalve feestelijk. Langs de route naar het paleis staan gewapende rijkswachters en soldaten. Albert de Vleeshouwer is als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ordehandhaving en voor de veiligheid van de koning. On l'a voulu le matin tôt. On est allé aller chercher le roi. On a pris toutes sortes de précautions sous prétexte qu'il y avait du danger. Ce n'était pas très beau, ce silence. Seulement, il y en a qui ont pensé qu'il valait mieux le faire comme cela plutôt que de provoquer des luttes à l'extérieur sur la rue. Le roi, les princes et leur suite montent alors en voiture et c'est à vive allure que le cortège emprunte la route qui doit les mener au château de Laken. Langs de doorweg zien we niets dan rijkswachters en soldaten. Leopold III is bij het morgenglorie achterbaks binnengekomen. Zij die hem terugriepen hebben hem deze schande aangedaan. Het is een terugkeer zonder glorie. Peu de monde sur le parcours, car l'heure est matinale, mais aux abords du palais de Laken, des personnes se sont groupées pour accueillir le roi et ses fils. Beaucoup sont porteurs de fleurs qu'ils ont tenus à offrir au souverain en témoignage de leur attachement. On leur permettra de les déposer dans une dépendance du château. Onwetend waarschijnlijk over de woede die grondt in de harten van honderdduizenden Belgen, doet Leopold III onmiddellijk na zijn thuiskomst een wandeling in het park van het paleis, dat streng bewaakt wordt door honderden rijkswachters. Het is daardoor een eenzaam schuiloord geworden. Voorzichtigheidshalve nadert hij echter niet te dicht bij de omheining. Leopold III keert terug naar zijn appartementen, echter niet zonder een melancholieke blik te hebben geworpen op het schone domein dat voortaan zijn gevangenis zal zijn. When I went to Laken, it was difficult to move because of the thousands and thousands of bunches of flowers covering the steps, both avenues covered in flowers, representing more than half of the people. And so there was a tremendous welcome for him. Nauwelijks is de koning teruggekeerd of de oppositie gaat in de aanval. Aan de spits staat weer de Socialistische Vakbond. In Brussel zweren Paul-Henri Spaak en een paar duizend socialistische militanten de anti-Leopold-eed. Een oproep tot eenheid rond een nieuw staatshoofd.
De socialistische leiders en de socialistische pers leggen er nu de zweep op. De Luikse vakbondsleider André Renard is bereid heel ver te gaan. Dat wil zeggen, met woorden. André Renard, surtout dans la région liégeoise, va utiliser des mots allant jusqu'à parler de révolution, d'insurrection, pour bien montrer qu'il est décidé à tout mettre en œuvre, à tout mettre en œuvre, y compris après avoir déclenché la grève générale, à laisser se détériorer l'outil, à ne pas préserver l'outil. On sent bien à ce moment qu'on est au bord d'un mouvement insurrectionnel. Geleidelijk aan leggen de tegenstanders van Leopold het economische leven lam. Er wordt niet alleen gestaakt in de fabrieken. Op veel plaatsen is er geen openbaar vervoer meer en ook de ambtenaren doen mee. Winkeliers moeten hun deuren sluiten. De toenmalige voorzitter van de CVP heeft op een vergadering van het Nationaal Comité het volgende gezegd. Wij die aandrongen op het doordrukken en uitvoeren van die bepaalde beslissing, hij zei, je moet toch oppassen. Er zijn zo'n belangrijke zaken op het getouw en die in het spel zijn. De hoogovens kunnen worden stilgelegd. Heel de industriële structuur van Wallonië kan ontredderd worden, waaruit wij begrepen hebben, dat er vanwege patronale zijde, financiële zijde, de generalen of wat weet ik, dat er daar druk moet uitgeoefend geweest zijn om te zeggen, laat heel het economische apparaat van Wallonië niet kapot gaan omwille van die koning. De koningskwestie gaf de indruk van een eenvoudig probleem te zijn, voor of tegen een persoon. En niet om het even welke persoon, het staatshoofd, de koning. Pro of contra, dat is simpel. En dus de hele bevolking was gemobiliseerd en de hele bevolking had haar opvatting. Ieder Belg had zijn eigen mening. En dat leidde dus tot een echte confrontatie die bijzonder explosief was. Ook de Leopoldisten zijn in staat om de massa's te mobiliseren. Die van Gent brengen op 27 juli een vracht bloemen met een autocaravaan naar Laken. In Brussel botsen tegenmanifestanten op de Rijkswacht. Onder leiding van Spaak trekken ze toch naar Laken, waar het met de Gentenaars tot hevige rellen komt. Koningsgezinden zeggen het doorgaans alleen maar met bloemen en optochten. Maar hier en daar zijn er ook die wapens zoeken en die bereid zijn tot een staatsgreep voor de koning. Ik en zoveel anderen hebben de overtuiging gehad. Hadden wij met wapens moeten werken, dan hadden we het graf van de koning zeer kort besloten. Zeer kort. Op verschillende plaatsen in Wallonië zijn er bomaanslagen tegen hoogspanningsmasten en spoorlijnen. Het is duidelijk de bedoeling om alles plat te leggen. Intussen voeren socialistische leiders zoals Achille van Akker de strijd op, ook in Vlaanderen. Sanderendaags wordt het tramverkeer in grote mate stilgelegd in de hoofdstad. De rijtuigen die de dienst willen verzekeren, worden door de betogers opgehouden en hier en daar ontstaan relletjes. Ondertussen krijgen de opengebleven magazijnen het bezoek van manifestanten die eisen dat ze hun deuren zouden sluiten. Vele winkels zien zich dan ook verplicht aan deze eis te voldoen. De toestand zal er niet op verbeteren wanneer de regering maatregelen neemt om de orde te handhaven. Stakingen zijn nu over het ganse land uitgebroken en het publiek wordt steeds woeliger. Ook te Brussel komt geen verbetering.
en onophoudend breken relletjes uit. Manifestations constamment. Il y avait des mouvements dans la rue, des grévistes qui se regroupaient en différents endroits de la ville. Lorsqu'on voyait arriver les gendarmes à cheval, ben, on jetait des billes métalliques de façon à empêcher les chevaux de pouvoir arriver jusqu'à la ligne des grévistes. Ça, c'était les gendarmes à cheval qu'on n'aimait pas beaucoup. Mais alors, il y avait les gendarmes à pied. Ceux-là, je ne dis pas qu'on les aimait bien, mais il y avait aussi parmi eux des gens qui étaient sortis de la résistance. Et on sentait bien chez eux certaines réticences aussi pour répondre aux ordres dont ils étaient l'objet pour foncer dans les grévistes. De spanning neemt van dag tot dag toe. De socialisten dreigen met een mars op Brussel op 1 augustus als de koning niet aftreedt. They were so intimidated by the left wing and the agitator, which they could quite easily have disposed of if they had only taken a firm hand. What should they have done to take a stand against the rioters? Well, quite early on, they could have banned public meetings and had sufficient police and if necessary the army, because this was a rebellion, it was a revolution. Do you think the king himself was in favor of taking a firm stand? Of course. It was in defense of the Constitution and in defense of the expressed will of the majority of a democratic country. He was completely a constitutional monarch with scrupulous adherence to every aspect of the Constitution. Vous auriez dit, vous auriez dit, je mets le conditionnel, que dans le fond vous ne craigniez pas grand-chose parce que vous avez vos gendarmes. Et effectivement, vous avez dit cela? Ah, c'est possible, mais c'est possible que je l'ai dit, oui. Mais je les avais. Oui, vous aviez en fait 12 000 gendarmes au moment 000. De l'arrivée du roi. 11 000. C'est exact? 11 000. 11 000. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Vous arrivez à un endroit délicat. J'ai demandé l'aide de l'armée. Oui. Et les troupes sont venues d'Allemagne, n'est-ce pas? Il y avait un très grand danger. Il y avait très peu de troupes qui auraient pu s'y opposer. Et il n'était pas souhaitable que des troupes doivent s'y opposer. Il était souhaitable qu'il y ait un apaisement. La monarchie n'aurait pas pu tenir dans des événements sanglants. Vous, ministre de l'Intérieur, demandez l'aide de l'armée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ministre de la Défense nationale était d'accord. Et quand les généraux sont arrivés le lendemain de notre accord, sont arrivés dans ma salle d'attente pour prendre les mesures d'exécution immédiates, ils ont été rappelés de ma salle d'attente par téléphone. Voilà. Vous avez eu l'impression d'avoir été lâché à ce moment-là? L'impression, je l'affirme. Vous qui étiez, disons, le dur. Je l'affirme que j'ai été lâché à ce moment-là. Ces généraux n'y comprenaient plus rien. Op zondag 30 juli stijgt de spanning naar een hoogtepunt. Bij een schietpartij tijdens een verboden betoging vallen 3 doden in de Luikse gemeente Graat-Berleur. De zegepraal is ons, maar vandaag weent ons hart. 3 onze kameraden werden gedood. Een ontelbare menigte maakt zich klaar om een deel van zijn eigen bloed en vlees naar de laatste rustplaats te brengen.
Uit alle hoeken van het land, uit Wallonië, uit Vlaanderen, uit Brussel zijn tienduizenden kameraden samengestroomd om deze laatste droeve plicht te vervullen. Gevallen onder de kogels van de Leopoldistische beteugeling. Het is het afscheid aan drie kameraden die vielen voor de vrijheid. Hetgeen natuurlijk een rol heeft gespeeld, dat ziet u goed in de geschriften van Jean Duvisard. Dat is het feit dat de vrees ontstond dat de monarchie zou in gevaar worden gebracht. Hè? Door een echte revolte, door een soort insurrectie. En niet alleen de persoon van Leopold III, maar de hele monarchie. Tuurlijk. En dan heeft men dan maar de andere oplossing gekozen. Ja, gekozen, dat is ook weer gezegd. Men heeft gekozen. Onder druk? Onder druk van de straat. Dat zou ik niet willen zeggen. Ja, ik heb het ook niet gezegd. Ik aanvaard nooit dat een eerste minister vooral niet handelt onder druk van de straat. Maar ik heb dat ook niet gezegd. Hè, in elk geval mijn genre niet. Hè. En dat is... Onder druk van, laten we zeggen, de tegenstand. Ah ja, maar op een zeker moment kan men oordelen dat in het belang van een zaak van fundamenteel belang... Want ik geloof dat de monarchie in België een rol heeft te spelen. Het voortbestaan van de monarchie was het hoogste belang. Dat is ook in de geest van Duvisard het hoogste belang geweest. Ja. Terwijl de koning in Laken het verloop van de gebeurtenissen afwacht, tracht de regering Duvisard in de Wetstraat een oplossing te vinden. Om een burgeroorlog te voorkomen, zoekt de CVP een overeenkomst met de liberale en de socialistische oppositie. Ze vindt die in een juridische formule die niet iedereen op dezelfde manier interpreteert. Tussen Laken en Brussel wordt er nu een paar uur gependeld met boodschappen. Tot het hoge woord er eindelijk uit is. Net voor we aan de ontknoping komen, is er een bijeenkomst tussen de koning en Duvisard, de eerste minister. In het bijzijn ook van de secretaris van de koning, Pirenne. En Duvisard komt daar zeggen aan de koning dat er vertegenwoordigers van de drie partijen zijn bijeengekomen en dat ze een tekst hebben onderhandeld, waaronder ze hun handtekening hebben gezet, die erop neerkomt dat ze het ermee eens zijn dat de koning nu de macht zou delegeren aan Boudewijn en dan na een bepaalde of onbepaalde periode troonsafstand zou doen. Dus troonsafstand met uitstel. Duvisard voegt daaraan toe, indien u die tekst niet aanvaardt, ja, dan valt de regering en dan ben ik niet verantwoordelijk om morgen in te staan voor de ordehandhaving. Want, onderverstaan, er zal bloed vloeien, er was al bloed gevloeid, Graas Berleur. Er was een mars op Brussel die in aantocht was. Men had berichten van vrachtwagens die doorheen de rijkswachtkolonnes infiltreerden, mensen die Brussel binnensijpelden. Daarop neemt Pirenne het woord, de secretaris van de koning. En die zegt, indien de koning al troonsafstand in overweging zou nemen, dan alleen indien zou worden vermeld dat dit gebeurt op aansporing van die vertegenwoordigers van de partijen en op vraag van de premier. Dus de koning zegt, het is niet mijn verantwoordelijkheid, maar hij speelt de bal door in het kamp van de anderen. Ik doe wat jullie mij vragen. Duvisard heeft de indruk dat de koning de uitgestelde troonsafstand uiteindelijk aanvaardt en deelt dit mee aan de oppositieleiders in de Wetstraat. Maar al gauw blijkt dat Leopold alleen maar tot een tijdelijke machtsoverdracht aan Boudewijn bereid is. Ik considère que son abdication différée est contraire au vœu du pays, que en Flandre notamment elle susciterait une vive indignation et par conséquent, il en revient à la formule du message du 15 avril. Mais Duvisard devant ce retour à la formule du 15 avril, considère qu'il y a une modification de fond radicale par rapport à ce qu'il considère comme l'entente conclue auparavant. Il va montrer ce texte à Spaak, et Spaak, dit-il, le rejette sur la table. Spaak ne veut évidemment pas de modification à un accord qui a été conclu. De koning wil de knoop doorhakken. Op 1 augustus om 2 uur 's nachts roept hij in Laken een ministerraad samen die hij zelf voorzit. C'est vrai que cette nuit était inoubliable, d'abord parce que le roi devait réunir ses ministres
et mettre fin à une contestation qui paraissait avoir lieu entre l'interprétation que le Premier ministre donnait de l'accord qui venait d'intervenir entre les trois parties et le roi. C'est ce qui a eu lieu d'une manière assez dramatique pendant cette nuit. Et il allait de soi que ce débat était un débat douloureux. De Vieuzard zegt indien en de ministers met hem, ongeveer zo lijkt het er toch op in die ministerraad. Hè? De meesten zijn solidair met de Vieuzard. Indien u die boodschap niet aanvaardt, dus troonsafstand na een periode Woudewijn, dan neem ik ontslag. De koning verlaat zijn ministers. In de uren die volgen werkt hij aan een laatste wanhopige plan. Le roi se retire dans son cabinet et rencontre là Pirenne, bien entendu, de Vlaissort qui le rejoint et alors deux hommes qui vont jouer un rôle important, deux sénateurs, Joseph Folien et Maurice Scott, qui étaient l'un et l'autre connus comme des partisans extrêmement décidés de la cause de Léopold III, et qui ont été convoqués au palais par Jacques Pirenne. Alors, thème de la réunion, le gouvernement est démissionnaire si le roi ne souscrit pas à ce que du Vieuxsard considère comme l'accord conclu à 7 heures du soir. Et alors on se pose la question, mais si le roi refuse la démission du gouvernement? Réponse, le gouvernement redémissionnera et il sera dans un état de démission perpétuelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de gouvernement. Donc il faut envisager un nouveau gouvernement et Folien est prêt à prendre la tête de ce gouvernement. Kon dat? Kijk, in de 20e eeuw aanvaardt men redelijkerwijze niet meer dat de koning, die het niet eens is met zijn ministers en het niet eens is met de meerderheid die die regering steunt, die regering ten val zou brengen en een nieuwe zou vormen. Dit wordt als zeer ondemocratisch ervaren. Dat is een persoonlijke politiek, maar we zaten in zeer uitzonderlijke omstandigheden. De koning stond voor de vraag van een troonsafstand. De ministers du gouvernement du Vieuxsard sont indispensables au sein du futur gouvernement Folien. Ce sont les deux ministres chargés des instruments du maintien de l'ordre, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, oui, ça c'est de Vlaissort, il est acquis à la cause, et le ministre de la Défense nationale, c'est-à-dire Moreau de Mélène. All but de Vlaissort, who remained faithful throughout, just said that they would resign if the king didn't transfer his powers to his son. De Vlaissort prétendait qu'il avait la situation en main. Mais au fond, il a affirmé ça à plusieurs reprises de manière très légère. Et je crois que le roi et Pirenne ont sans doute été quelque peu intoxiqués par ses assurances. Oh, les choses ne vont pas tourner mal. D'ailleurs, Pirenne lui-même raconte que pendant le fameux conseil des ministres, c'est pas que le roi préside, il passe au roi des petits billets. Et dans ces billets, il dit au roi, je suis informé que la marche sur Bruxelles ne sera pas un succès. C'est une scène assez extraordinaire. Il y a donc les ministres d'un côté, le roi et les quatre personnes avec qui il discute dans son cabinet. Et alors, il y a un va-et-vient d'un groupe à l'autre, et c'est de Vlaissort qui va d'un groupe à l'autre à plus d'une reprise. Et il va voir les ministres du cabinet du Vieuxsard pour essayer de les convaincre de rejoindre le gouvernement Folien. Et il se heurte à un refus unanime, y compris de Moreau de Mélène. Er werd dus gefluisterd dat de koning probeerde een andere regering op de been te brengen die hem wel wilde handhaven. Dat was natuurlijk een avontuur. Alors c'est vers 5h40 du matin, d'après les témoignages, que le roi constate que il est sans gouvernement. Il n'y a pas moyen de former un nouveau gouvernement dans un délai suffisamment rapide et que par conséquent, il n'a qu'à s'incliner. Et alors une lettre est rédigée, une lettre que Pirenne refuse de rédiger. Pirenne, c'était l'homme qui rédigeait avec une extrême facilité. Par conséquent, il y a quantité de textes de Léopold III qui sont de la plume de Pirenne. Mais cette fois-ci, Pirenne est tellement dégoûté qu'il refuse de rédiger cette lettre où le roi s'incline et il quitte le bureau. Alors c'est Folien et Scott qui ensemble rédigent la lettre, on la relit. Et puis le roi s'installe, il faut voir cette scène, c'est assez extraordinaire, il s'installe à son bureau et Scott lui dicte la lettre. Le roi s'inclinant donc devant la volonté de ses ministres. Donc c'est une lettre destinée à du Vieuxsard. Destinée à du Vieuxsard, que le roi alors apporte au Conseil des ministres
à 6 heures du matin, qu'il lit devant le Conseil des ministres. Et c'est donc l'acceptation de l'abdication différée, après quoi les ministres se dispersent. Zodra het nieuws over de troonsafstand bekend raakt, houden de betogingen op en wordt de mars op Brussel afgelast. De oppositie heeft het gehaald. Zij heeft de absolute meerderheid van de CVP op de knieën gekregen. Leopold zet een stap opzij voor Boudewijn en wanneer die straks meerderjarig wordt, zal zijn vader helemaal van het toneel verdwijnen. In juli 1951 doet Leopold definitief afstand van de troon. Voor de laatste keer spreekt hij de bevolking toe. Op 31 juli 1950 heb ik aanvaard de koninklijke machten aan mijn zoon over te dragen. Het was mijn wil daarna voorgoed afstand te doen van de troon, zodra mocht blijken dat alle Belgen zich eensgezind rondom prins Boudewijn zouden hebben geschaard. Ik stel thans vast dat deze eensgezindheid verwezenlijk is. De laatste woorden die ik als koning der Belgen wens uit te spreken, zullen er met kracht op wijzen dat de toekomst van het vaderland afhangt van uw nationale solidariteit. Ik bezweer u vereend te blijven. God bescherme België en onze Congo. Einde van historisch. Volgende week geen koning, maar een bedelmonnik met de spekpater. Het verhaal van Filip, oftewel Werenfried van Straten. De Norbertijn die Oostpriesterhulp uit de grond zou stampen. Tot dan. Het is 1992. Een man bezoekt het Rode Plein. Hij is 50 jaar onderweg geweest. Ik was blij met IJzeren Gordijn wat verdween, maar ik was toen niet meer in staat om de plannen die ik al in 1949 dus had uitgesproken en neergeschreven, om die uit te voeren.